Dit was gewoon inhoudelijk een van de beste brainstorms die ik ooit heb meegemaakt. Goede ideeën over hoe politiek en burgers met elkaar kunnen samenwerken. Voor herhaling vatbaar. En het heeft me in ieder geval bewust gemaakt dat als ik aan tafel mag zitten, dat ik zowel in het bestuurs- als in het beleidsakkoord hier ook iets die meetgeef. En Jacques Wallagen was daar ook en die zei, het zou zo fijn zijn als er een instrument gaat komen waarmee je de ruimte voor maatschappelijk initiatief kunt meten in verkiezingsprogramma's, in bestuursakkoorden. Het was een mooie middag met een mooie mix van mensen uit de stad die allerlei initiatieven hebben en politici die heel goed luisterden en ook volgens mij meer op het netvlies hebben gekregen wat er de komende jaren moet gebeuren op het gebied van burgerparticipatie, maatschappelijke initiatieven en hoe de stad, het bestuur daar slim mee om kan gaan. Ik vond het een heel inspirerende bijeenkomst om als ambtenaar van de gemeente Leiden bij te zijn. Juist vanwege de samenstelling van de tafels. Waar initiatiefnemers, bestuurders, mensen die vanuit hun ervaring en kennis meedachten over nou, hoe kunnen we nou de lokale initiatieven centraal stellen. Hoe kunnen we ook productief met elkaar samenwerken, vanuit welke rol je dan ook hebt. Dat was een erg interessante discussie bij ons aan tafel. Ook over de grenzen waar als mensen met een idee komen. Wanneer geef je ze dan de ruimte en hoeveel ruimte en hoeveel mensen moeten ze dan vertegenwoordigen? En wat als het nou een idee is waar je misschien zelf wel helemaal niet achter staat als politiek? En daarom was het goed dat er ook politiek was en ambtenaren en initiatieven. Dat je ook continu vanuit elkaars kaders moet blijven denken. En dat het zo goed is, dit soort dingen zouden eigenlijk veel vaker georganiseerd moeten worden. Omdat je dan ook beter begrijpt waar die ander vandaan komt en waarom dingen soms lastig zijn. Eigenlijk waren we het er allebei wel over eens dat er een opvolger moet komen voor het huidige bestuursakkoord. En dat hebben we in 2010 voor het eerst gedaan. Namelijk een document maken voor niet alleen de coalitiepartijen, maar voor de hele gemeenteraad, voor alle partijen. Waarin dan staat niet zozeer wat we gaan doen, maar hoe we willen werken. En dat de politiek gaat nadenken van hoe ze die burgerinitiatieven beter zouden kunnen ondersteunen en minder als een vijand zien, maar als een partner. Maar wat in een beleidsakkoord zou kunnen staan? Als iets inderdaad een burgerinitiatief aan de hand neemt of het meeneemt door de raad. Ja. Maar dat gebeurt wel.